mijn broer speelde in de jeugd bij RVC, dat is nu het huidige Haaglandia in Den Haag. En ik speelde bij een amateurclub in Den Haag, een andere amateurclub. En ja, hij was eigenlijk een gescout door Feyenoord. Hij speelde toen in de Aartjes en ja, hij deed gewoon goed. En ja, het was de bedoeling dat hij naar Feyenoord zou gaan. Alleen op het moment dat die interesse er was, viel hij ongelukkig tijdens een training op een stoeprand langs het veld. En ja, daardoor raakte hij ernstig geblesseerd. En dat heeft later ook wel invloed op zijn carrière gehad. Hij heeft nog wel even betaald voetbal gespeeld bij Sparta en bij Excelsior. En, ja, maar dat ging op dat moment in de jeugd niet door. Het is een hele andere richting op. En ja, toen hoorde Feyenoord nog dat hij een jonge broertje had, dat was ik dan. Ik speelde bij VCS in Den Haag. Ja, toen zijn ze mij gaan volgen. Ik speelde wel in Haagse Jeugd, heette dat toen nog, wat nu het huidige districtselftal is van de KNVB. Die districtteams. En ja, toen werd ik gevraagd om bij Feyenoord te komen spelen. En zo is het eigenlijk gegaan. Als jij als jongen van de amateurs komt en je komt in een opleiding terecht, dat heeft zoveel invloed. En ja, je krijgt natuurlijk het Feyenoord shirt aan en de manier van trainen. Het is veel meer gestructureerd en ook wat er geëist wordt. En ja, dat is best wel moeilijk. Ik heb wel, zeker de eerste paar maanden heb ik toch wel een aanpassingsperiode moeten hebben. Ook qua verandering van leven en zo. En ja, hoe je normaal dingen benaderd. Dus dat was best wel moeilijk in het begin. En hoe heb je dat hier ervaren? Zeg maar de sfeer op Varkenoord, de begeleiding? Ja, dat vond ik wel mooi. Want ik weet nog wedstrijden, als wij met de landelijke jeugd toen tegen PSV speelden, dan stonden er denk ik echt wel 1000 mensen langs zijn of tegen een andere grote club. En dat werd ook verslag gedaan, werden de tussenstanden doorgegeven op de radio. Dus dat was wel helemaal vol hier. En ja, dat vond ik wel indrukwekkend. Je bent toen bij de A-selectie mee gaan trainen, vrij snel. Ja. Uiteindelijk toch weer terug naar de jeugd. Hoe heb je dat ervaren? Ik kwam hier, werd ik gebeld 2 dagen van tevoren of ik meekom met het eerste elftal trainingskamp. Ja, dan kom je net daar van VCS, uit de Aartjes. En dan moet je al gelijk met het eerste elftal Feyenoord 1 mee. Dus ik met mijn tasje kwam ik ook nog te laat. Zo zenuwachtig was ik, had de verkeerde trein genomen. En er moesten foto's gemaakt worden. Ik kwam op de elfde post staan. Ja, je wist niet wat je meemaakte. Dus ja, toen heb ik de voorbereiding meegemaakt. 2 keer in de week meegetraind. Maar ja, dat ging allemaal zo zwaar. Dus eigenlijk was het gewoon het beste de stap geweest om gelijk bij de A te beginnen. Ik denk dat het wel een voordeel is als jij een talentvolle speler bent en jij komt vanuit de jeugd, maak je de overstap naar de overkant. Dat die stap qua hier is dat kleiner. Want ja, daar wordt ook geëist, maar hier wordt ook geëist. Wel op een andere manier. Plezier natuurlijk is ook hier heel belangrijk. Maar je weet dat je moet winnen. Je moet winnen. En dat shirt. Ja, en dat is toch niet niks. En daarom is het denk ik, zie je dat ook nu bij het huidige elftal. Die jongens die de stap van Varkenoord naar de Kuip maken, dat gewoon veel kleiner is.